Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom op de première van onze voorstelling Oedipus. Een voorstelling van en door de leerlingen van het Sint-Paulus Herzele. En wie dat zijn vader zijn? Mijn stoere, grote, kloeke man. Om zo zijn moeder te behagen. Ik heb een aha-erlevenis. Ik denk dat is dat complex. Dat is Oedipus complex gaan noemen. Bij de oude Grieken leefden in geen grappige verhalen, enkel duistere mythen, donkere mythes, als spannende spelonken. Alleen kommer en kwel, en kommer en kwel, en kommer en kwel. Het orakel! Nooit verlegen om een antwoord hier, een raadje daar, maar altijd een fabel. Raadselachtig raad. Zo één waar hij dus eigenlijk rode botten van krijgt. Precies gelal, zat een als plan. Orakel daarvoor. Bijvoorbeeld! Dames en heren, appelen en peren. Wilt u niet wachten, dan moet je scheren! Een prinsje! Ah, oh, orakel, je mag van mij de gelukkigste man van Teven. Nee, ja, maar, ja, maar dat is zeker, hè? Want op mijn nek is die dus niet altijd al. Zij hier met z'n allen te samen niet waar, om de 12e verjaardag van onze zoon ooit te zijn. Applaus! Ja, goeiedag. Leider! Bedankt. Ik ben heel blij na al mijn cadeautjes. Ik weet wie dat het is, blinde mol. Ik vroeg wat het is. En heeft Oedipus zelf je mondje om door te praten? En Oedipus, wat doe jij dan met dat mondje? Oedipus, miauw. Wij spuwen uw woorden die menig Grieks tragedie bekoorden. Gij zult uw vader vermoorden. Wat?